Dit been is streng, zijwaarts is dat andere kant. Ah, kijk, mijn neus in de goede richting. Ah, kijk, en uitnodiging onder je oksel. Houdtje voor de oks. Uitnodigen, uitnodigen. Is dit doen? Zonder te trekken, ik voel die spankracht ontstaan, ja? En ik antwoord daarop met een voorwaartse stap. Vrij been, zijwaartse stap. Hier, potje deze kant. Iedere keer naast me neer. Potje voorwaarts. Rijders, kijk nog eens goed waar lopen zijn voeten zet. Hij gaat mij vertrekken. Vanaf dat wegpunt zet hij zijn voet achter mij. Zijwaartse stap. Ja. Hij moet altijd wachten, want nu kan hij hem daar niet zetten en boven hem lopen. Eerst ik zorg dat ik voilà. Vanaf dat hij voet is vertrokken, zet hij dat zijn voet. Jups. Zijwaartse stap. Oké, dus links en rechts. Langs welke kant doe je de otjo? Langs de kant bij de zijwaartse stap. Zijwaartse stap, gevolgd door een otjo. Kan. Je ziet hier weer, vertrekpunt, zijwaartse stap. Andere kant, want dat been is vrij en een otjo op deze kant. Goed, hier afsluiten. Oké, ja, oké. En dat is een rebote, gevolgd door een zijwaarts pas. Zie je dat? We doen die dikwijls in combinatie. Dat is een leuke combinatie. Maar dat moet niet. Het kan ook zijn dat ik zijn pakken en steek zijwaarts pas. Dus dat was een tweede legoblokje. En het derde legoblokje is dat je voorwaarts. Dat zijn de drie. Daar maak ik mijn dans mee. Als leider. Voor de rest, al wat we doen, dat vergeet je eventjes. Want je hebt toch geen tijd op alles. Maar met die drie elementen kun je heel veel rust. Iedereen vertrekt heel dapper. Dat begint goed te gaan. Ja? Pas op, het is niet dat ik niet mag hier balanceren. Nee, het is niet dat ik niet mag, hè. Maar eigenlijk zie ik die fase verpie als danser. Ja? We volgen van die contentie ofzo. Want balanceren dat is eigenlijk, als je zegt, gewoon eventjes weer ontspannen, een beetje te dem, gewoon niet goed, dan ga je een pakje balanceren. Maar ik denk dat je aan het dansen zit, en je bent even start, en het was niet meer. Dus probeer te dansen met die drie legelblokjes. Oké, Alex.